In het stationsgebouw van Winschoten zit sinds donderdag 28 oktober officieel een tweedehands boekenwinkel met de naam Goud Boek. De opening werd verricht door deelnemster Esther Mulder en wethouder Ger Klein van de gemeente Oldambt. De aanwezige bezoekers konden na de opening een kijkje nemen in de sfeervolle winkel vol met boeken en eigengemaakte dingen die daarvoor een schappelijke prijs gekocht kunnen worden. Hallo. Hallo. Ik ben eigenlijk op zoek naar science fiction boeken. Weet jij waar die staan? Nou, dat staat u nu voor het juiste rek, want ik heb hier de thriller staan. Ja. Yeah. En dan heb ik hier rechts van mij heb ik ook nog een aantal thrillers staan. Oh, en die staan gewoon ertussen dan? Oh, ja, ja, snap die ik. Staan dus gewoon bij de thrillers. Oké. Inderdaad. Ja. Nou, mooi man. Jullie hebben heel veel, hè? Ja, klopt. Prachtig man. Wij doen ons best. Ja, nou volgens mij lukt het goed. Maar deze heb ik nog niet. Leuk. Goudboek is een boekwinkel hier op het station in Winschoten. Boeken, dat verbindt heel veel met treinen. Mensen lezen vaak een boekje in de trein. En daarom hebben we ook bedacht van we gaan hier ook boeken verkopen op het station. We hebben natuurlijk de papierbaan waar we boeken verkopen. Maar het station is een perfecte plek voor boeken te verkopen. We zijn het assortiment wat aan het uitbreiden. We verkopen wat creatieve zelfgemaakte dingetjes. Ja, dat doe je gewoon zo op, zeg maar. Wij verkopen eigenlijk van alles in de winkel van Goudboek. Natuurlijk, de naam Goudboek komt als eerste bij de boeken vandaan. Dus boeken verkopen wij, we verkopen LP's. Daarbij doen wij heel veel op de dagbesteding. Wat we uit de kringloop halen, dat pimpen wij op en daar maken we leuke dingen van. En dat zetten we allemaal in de winkel. Dus we zijn kopjes aan het schilderen, die zetten we in de winkel. We hebben kussens, die maken wij weer mooi met nieuwe stof. En die verkopen wij in de winkel. Wij zijn leuke poppen, van die etalagepoppen, die bekleden wij. Die kleden wij leuk aan met oud papier. En die zetten wij leuk in de winkel. Wij maken zelfs vlaggetjes. Wij maken creatieve dingen van boeken zelf. Die zijn we aan het vouwen. En daar maken wij muizen, kikkers, egels van. En dat zetten we allemaal neer. We maken er mooie bloemen van. We maken schilderijen van. Ook van rolletjes papier. Dat weer een olifant wordt of een paard wordt. Dus eigenlijk alles wat in een kringloopwinkel is, proberen wij weer creatief op te leuken. Nee, te leuken. Dus oude stoelen die we leuk opnieuw bekleden, die zetten we in de winkel. Dus eigenlijk alles Wat maar recycled kan worden, dat maken we weer leuk en dat verkopen we hier in de boekenwinkel. Dus in die zin, eigenlijk het is Goudboek van Goudgoed natuurlijk, Goudboek gemaakt. Dus we verkopen boeken, maar daarentegen zoveel andere leuke hebben dingetjes, ja, waar je leuk in huis dingen kan mee opleuken. Goudboek is onderdeel van Werkpro voor mensen veelal met een lichamelijke of geestelijke beperking om hen een zinvolle daginvulling te kunnen geven. Randy, kun jij me vertellen wat jij hier voor werk doet? Ja, ik werk hier in de winkel om alle moeite te maken. En, ja. Hij werkt in de winkel om alles mooi te maken. En over de LP's wilde je ook nog wat zeggen? Ja, die zijn heel mooi. Hij heeft de LP's allemaal zelf uitgezocht en die hebben heel mooi geëtaleerd in de winkel samen. Ja. Werkpro is een grote organisatie in de drie noordelijke provincies, Groningen, Friesland, Drenthe. Werkpro is een hele brede organisatie. We hebben hotels, we hebben kringloopwinkels, we hebben natuurprojecten. En hier in Winschoten hebben wij een grote kringloopwinkel aan de papierbaan met dagbestedingsplek. En we hebben hier op het station hebben we een dagbesteding. Dat is de wat rustige plek. En we hebben sinds vandaag hebben we de winkel Goudboek geopend. 2 jaar geleden ben ik hier gekomen en het was een beetje een donkere winkel met dichte lamellen. En mijn idee was om boeken te gaan doen, want hier is ook een treinstation en mensen nemen als eerste een boekje simpel mee in de trein. Het is makkelijk mee te nemen, de prijs is niet duur, dus zo zijn we een beetje begonnen. En dat is een beetje uitgebreid naar alle creatieve dingen die we erbij hebben. Maar vandaar dat we begonnen zijn een beetje met de boeken wat makkelijk mee te nemen is in de trein. Ja, naast onze boekenwinkel hebben wij ook de koffiecorner. Dus de reizigers kunnen daar ook van alles kopen. Chocola, broodjes papau, wat hebben we nog meer? Dat wordt dus ook gerund door deelnemers van Werkpro. En wij ondersteunen daar natuurlijk in. Maar dat is ook heel leuk om dan contact te hebben met de reizigers.
Wij zijn op het station, zijn we altijd nog op zoek naar vrijwilligers voor de koffiecorner. Als je belangstelling hebt voor de koffiecorner, kom gerust een keertje langs, meld je bij de koffiecorner en zeg van, goh, hey, wat doen jullie hier allemaal? Zij wilden je graag uitleggen wat wij allemaal doen binnen de koffiecorner. En wij proberen het station tot 6 uur open te houden. En we zoeken nog voor een paar dagen mensen die ook denken van, hey, dat lijkt me wel wat. Ik wil wel op het station nog de reizigers voorzien van een kopje koffie.